Welkom terug op de Wiskunde Academie. Nou, tot nu toe in de reeks van machten hebben we al heel wat berekeningen of bewerkingen met machten gehad. We hebben machten leren vermenigvuldigen, we hebben machten leren optellen, we hebben de macht van een product leren uitrekenen. Maar iets wat we nog steeds niet gehad hebben is de macht van een macht. En wat wordt er nu precies mee bedoeld? Hier een voorbeeldje. Hoe werk je nu de haakjes weg in x tot de derde tot de vierde? Nou, allereerst is het goed te begrijpen dat x tot de derde in zijn geheel tot de vierde is eigenlijk de vierde macht van x tot de derde. Dus een macht van een macht. Want x tot de derde nemen we in het geheel tot de vierde macht. Oké, we weten dat we dit waarschijnlijk weer om kunnen gaan schrijven. En dat gaan we nu dus doen. Dus x tot de derde tot de vierde macht is te schrijven als een product van. Van welk product, of tot welk product kan je dit omschrijven? Bedenk, a tot de vierde is a keer a keer a keer a. Dus x tot de derde tot de vierde kunnen we schrijven als x tot de derde keer x tot de derde keer x tot de derde keer x tot de derde. Oké. X tot de derde op zich is ook weer te schrijven als een product. Als welk product kunnen we dit schrijven? Nou, dit kunnen we schrijven als een vermenigvuldiging of een product van x keer x keer x. En op dezelfde manier kunnen we dat doen met die drie andere. Nou, nu zie je het waarschijnlijk al. Wat is dus, als we die hele reeks van x'en weer gaan herleiden, wat voor macht krijgen we dan? Nou, dit wordt x tot de twaalfde, want we hebben hier 12 x'en staan. Kortom, x tot de derde tot de vierde macht kunnen we schrijven als x tot de twaalfde. Dus hoe werk je dus haakjes weg bij de macht van de macht? Nou, dit doen we dus als volgt. Wanneer we dus een macht hebben, bijvoorbeeld de derde macht van een macht, a tot de vijfde, dus hier hebben we de derde macht van a tot de vijfde, dan vermenigvuldig je de exponenten en je laat het grondtal gelijk. Dus dan wordt het a tot de vijftiende. Even twee voorbeelden zien we mee. Bijvoorbeeld 10 tot de derde en dat tot de tweede, dus eigenlijk 1000 in het kwadraat. Dit is dus eigenlijk 10 tot de zesde. Oftewel een 1 met 6 nullen. Bedenk, als je het grondtal 10 hebt, geeft die 6 altijd het aantal nullen aan. Oftewel een miljoen. Dus het kwadraat van 1000 is ook wel een miljoen. En we weten 1000 keer 1000, 3 nullen, 3 nullen, wordt dus ook inderdaad 6 nullen. A tot de derde, B tot de tweede en dat tot de zesde macht. Wat krijgen we hieruit? We hebben dus de zesde macht van a tot de derde. Dat wordt a tot de achttiende. En we hebben de zesde macht van b kwadraat. En dat wordt b tot de twaalfde. Nou, dit was de uitleg over een macht van een macht. In de volgende video geef ik een compleet overzicht van al deze bewerkingen. Netjes op een rijtje. En heel belangrijk, daar zit een hele mooie regelmaat in. Dus wil je dit goed uit elkaar houden, want het zijn natuurlijk heel veel verschillende dingen. En je gaat ze heel snel door elkaar halen. Dus kijk naar de overzichtsvideo waarin heel netjes gegeven wordt een hele handige truc om deze machtrekeningen uit elkaar te houden. En wil je meer weten? Ga naar WiskundeAcademie.nl, like ons op Facebook, volg ons op Twitter en subscribe op YouTube. Tot in de volgende video.